Ja, dat is ongekend. Zeker vanuit Engeland. Engeland is natuurlijk heel erg bij de bakken met voetbal. En die waarderen zo ongelooflijk dat een profclub zoveel doet voor zijn walking voetballers. Die maken gewoon propaganda voor Heracles. Ja, het is ook alleen maar goed voor de club dus. Ja, en we hebben zelfs mensen die nooit van Heracles gehoord hadden. En die nu gewoon via een streamer de wedstrijden van Heracles aan het bekijken zijn. Lange tijd gooide de coronacrisis roet in het eten. Maar op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober kan het dan toch doorgaan. De Almelo City Cup. Het walking voetbaltoernooi wordt gehouden in het stadion van Heracles Almelo en trekt teams uit verschillende landen naar Twente. In Almelo vandaag, Erva Sito van Heracles Almelo, de Almelo City Cup, walking voetbal. Ja, blij dat het weer door kan gaan na zo'n lange coronaperiode, denk ik. Hè? Ja, wel heel erg blij hoor. We hebben drie keer afgelast, hè. Vorig jaar natuurlijk eerst in juni. Geprobeerd in oktober, toen dachten we dat het allemaal mee zou vallen, weer afgelast. Dit jaar juni moesten we het er nog uitgooien. Ja, gegokt op oktober, nog een hele hoop aanloopproblemen gehad. Maar desalniettemin, 32 herenteams en 4 damesteams. Dat is een hele goede opkomst en niet alleen uit Nederland, hè? Nee, we hebben ondanks alles, met alle corona's in heel Europa, 6 landen. We hebben ze uit Polen, Engeland, Frankrijk, België, Duitsland en Nederland. Ja, en dit is dus een van de grotere toernooien ook hier in Nederland. Ja, in Nederland zeker. Ja. Ik denk dat we zelfs wel kunnen zeggen, gezien alle reacties uit het buitenland, dat we misschien wel het grootste toernooi van Europa hebben. Ja, en hoe reageren ze vanuit het buitenland hier ook op het stadion, dat je hier in een stadion kunt spelen? Ja, dat is ongekend. Zeker vanuit Engeland. Engeland is natuurlijk heel erg bij de bakken met voetbal. En die waarderen zo ongelooflijk dat een profclub zoveel doet voor zijn walking voetballers. Die maken gewoon propaganda voor Heracles. Ja, het is ook alleen maar goed voor de club dus. Ja, en we hebben zelfs mensen die nooit van Heracles gehoord hadden. En die nu gewoon via een streamer de wedstrijden van Heracles aan het bekijken zijn. Ja, en ja, eigenlijk het is donderdagmiddag. Normaal gesproken ook wel een trainingsdag van Heracles. Maar toch gewoon het stadion hier, ook de trainingsplek, mogen jullie dus gebruiken nu. Ja, we hadden bewust gekozen voor de Interlandweek. In de hoop dat er dan misschien minder getraind zou worden. Nou, dat is niet zo, want Frank Woremoet trainde altijd. Maar hij heeft bewust gekozen om vandaag een uitwedstrijd te gaan spelen, zodat wij de hele dag gebruik kunnen maken van het stadion. Kijk, dat is een mooi gebaar dus. Dat is een geweldig gebaar. Alles goed. Iedereen zit in een pool van 4. Nou ja, de nummers 1 en 2 gaan door in een bepaalde pool om de eerste tot en met 8e plaats en de andere dan de 9e tot en met 16e. En daaruit komt dan weer de finale pool. Ja, en ja, merk je ook dat het eigenlijk een stukje saamhorigheid is? Dat de mensen nou weer bij elkaar kunnen komen om walking voetbal te spelen? Dat ze dat gemist hebben ook in die coronatijd? Ja, het is echt ongelooflijk. Je zegt het ook in onze eigen groep. Iedereen is chagrijnig. En we hebben zo hard moeten werken om dit klaar te maken. Ja, dat heeft meteen ook de hele saamhorigheid weer versterkt. We hadden weer een doel. Ja. En dat hoor je ook van alle andere ploegen uit Europa. Ze hebben allemaal weer een doel. Ja, en hier achter je zijn nou de dames aan het spelen. Doen dus ook een aantal damesteams mee? Ja, wij zijn met 4 damesteams. Een paar jaar geleden hebben we geprobeerd promotie te maken ervoor. Dat lukte niet. Nu hebben wij inmiddels zelf al 27 dames. Dat is een team van Steenwijk en een team van de Molukkers uit Barneveld. Jullie hopen dan in de toekomst ook nog meer damesteams te mogen verwelkomen? Ja, wij zouden het heel goed vinden. Kijk, heren, walking voetbal in Nederland is razend populair aan het worden. En er is heel weinig aandacht geweest voor de dames walking voetbal. Dus ja, wij zijn ermee begonnen en je ziet dat het nu wat verder gaat doorlopen. Dus wij hopen eigenlijk, en we zitten natuurlijk ook een beetje in Twente, dat ook in Twente clubs beginnen met dames walking voetbal. Ja, inderdaad. Zoals bij de heren is het al wel redelijk groot, zeg je. Ja, ook wel. Ik moet toch zeggen dat Twente achterblijft vergeleken bij Nederland. Ik zit zelf ook in de landelijke spelersraad. Verhoudingsgewijs blijven we echt wel achter hoor in Twente. Je zou kunnen zeggen in het westen op elke hoek van de straat hebben ze wel een walking voetbalclub al. Ja, en in het buitenland is het dus ook populairder dan hier. Ja, Engeland is geweldig populair en sinds 3 jaar is Duitsland ook heel erg in opkomst. België is gemiddeld en Frankrijk begint nu ook mee te komen. Ja, je zegt het al, Frankrijk begint ook mee te komen. Er zijn Franse teams hier, die zijn een aardig stukje aan het reizen geweest. Ja, we hebben 2 teams uit Marseille. En die hebben vrienden meegenomen die nog 40 kilometer zuidelijker liggen. Dus we hebben vandaag en morgen 4 Franse teams.